Sorry, maar wegens een uitje met de redactie moeten we vandaag op de donderdag live met Gamersnet Radio. Wat raar, wat onhandig, maar bekijk het van de positieve kant. We hebben de nieuwe intro en jingles verbeterd. En Peter en Tom zitten klaar voor een bomvolle show op de donderdag, stelletje sukkels. Gamersnet Radio. Het is weer tijd voor de show der shows. Wekelijks plezier. Ben je ook klaar voor een heerlijk uur? Je hoort en ziet het hier. Hou je van Xbox, PlayStation, Sony of Nintendo? Het maakt niet uit, want jij bent welkom bij Gamersnet Radio. We beginnen zo. We zijn weer live. Het is één keer op donderdag. We hopen dat we dat niet heel vaak meer hoeven te doen. Maar ja, Gamersnet Radio, de nieuwe stijl, je weet het, minder draaiboek dan ooit. Het is ook echt maar drie kantjes. Dus hoe we dit uur nu weer gaan vullen, ik heb werkelijk geen idee. Tom is aangeschoven. Je kan ons natuurlijk bellen, de hele show. Maar straks doe het vooral iets later, als we er echt ruimte voor hebben. Dat kan via Skype op 085-002-0309. Geef jouw mening. Heb je eigenlijk een stelling deze week? Ik bedenk wel iets ondertussen. Oké, okay, super professioneel. We gaan los, man. Echt fucking vet. Ik heb best wel zin in. Deze duurt nu ook langer dan eerst. Oh, dus je moet meer verzinnen om te praten totdat hij er weer in klapt. Ja, precies. Dus hoe gaan we dit vullen? Ik heb geen idee. Nou, ik ga gewoon rustig even tweeten. We zien wel weer wanneer het nummer doorgaat. Fucking vet. We beginnen zo. Ik vind het echt professioneel gedaan, die overgang daar. Dankjewel. Het is echt radio DJ. Auwe. Behalve dat de ouwe er niet in zat. Ja, ik mis nog een mengpaneel. Wat we hier af en toe gewoon voor de grap kunnen doen. Remix. Met een plaat bedoel je echt? Ja, gewoon echt een vinylplaat. Oh, vet. Ik heb er zin in. Wanneer komt de eerste Gamersnet radio jingle pakket op vinyl uit? Dat ga ik echt een en al draaien in mijn woonkamer. Gewoon continu op loop. Dat zou vet zijn, toch? Hij nou heel langzaam probeert het awkward te maken. Dat was wel de bedoeling. Hoi, ja. Welkom bij de show, jongens. Het is donderdag. Het is gezellig. Het is donderdag. En dat komt, voor de mensen die het nog niet weten, want we hebben er constant mee gesmeten, omdat we morgen een crew-uitje hebben met de redactie van Gamersnet. Ja, we gaan 3 dagen op een hutje aan Zandvoort zitten. Ja, en dat wordt super gezellig. Met 16 knullen. En 2 meisjes. 2 meisjes. Dus het is een sausagefest. Een sausagefest met 2... Iets wat op een sausage lijkt, maar het niet is. Met 2 stukjes rosbief. Ik ga hier niet verder op in 2 stukjes rosbief. Ja, in de sausage gedraaid. Oh, met mayonaise. Ja, je maakt het weer lekker visueel voor iedereen. Hoi. En ik zie dat we 0 volgers hebben vanaf nu. Ja, ik zie het ook. Allemaal mensen die ons disliken. Ik had heel veel zin in Gamersnet Radio. Nu niet meer. Nu nee, dit is gebeurd. Het is aflevering 252. Dat is echt heel fijn. En we gaan deze week heel veel bespreken. Er was alleen niet zo heel veel nieuws, geloof ik, hè? Er was op zich wel wat nieuws, maar ik miste echt toch een paar grotere headlines. Ja, er is natuurlijk 1 superduidelijke, overduidelijke headline. Ja, de nieuwe Amiibo's komen eraan. We kunnen allemaal niet wachten. Ja, nee, maar dat soort nieuws zit er dus ook tussen. Ik denk, ik doe een beetje wat andere dingen. Er zit Nintendo in, er zit Flappy Bird in, er zit GTA in, dus het is van alles wat. En een radioshow zonder Flappy Bird is eigenlijk geen radioshow. Dat wou ik net zeggen. Een dag niet geflappy bird is een dag niet geleefd. Nou ja, niet geraged quit. Rage quit. Rage quit. Hallo allemaal mensen op de chat. Bas is er, Sander is er.
Het is al meteen heel gezellig. Ik vind knap hoeveel mensen er klaar zitten op de donderdagmiddag. Ja. Dat is eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, we gaan echt een live show doen van niemand. Dat dacht ik ook. Maar er zijn toch een aantal mensen. Super bedankt dat jullie donderdagmiddag hiervoor verpesten eigenlijk. Super sympathiek. Ja, nee, ik zie ook dat Tom het draaiboek heeft gepimpt. Met streepjes en zo. Dus ik heb... Nou. Hi, I'm X to the Z and I heard you like stripes, so I put some stripes in your draaiboek. I do love stripes. Dit is goed gepimpt, jongen. Pimp my draaiboek. Ja. Yeah. Hey, wat heb je deze week allemaal gedaan? En bedoel ik eigenlijk meer buiten de games om. Buiten de games om? Ja. Wat heb je allemaal beleefd? Nou, niets. Waarom klapt de muziek er ook altijd uit? Het was vooral veel streamen voor mij. Want het is nu streamen. Het was gisteravond streamen. En dat was een en al poep. Gisteren was echt... Ik heb 3 kwartier lang... En dat is niet overdreven. Hè, ik heb 3 kwartier lang in en uit servers lopen donderen met GTA Online. Dat is echt niet vrij. De servers zijn soms niet helemaal vrij. Nou, soms gewoon stevast. Telkens als ik wil beginnen, dan kom ik niet in de server. Oké. Peter, je kan nog 3 keer snuifje draaien. Nee, ja, Sander. Belangrijker is dat Wim nu dit gebruikt om niet te hoeven leren voor examens. Gaat hij naar Games het Radio luisteren. Ik vind het goede procrastination. Goede uitstel van je verantwoordelijkheid. Heel slecht, want dan zijn alle papa's en mama's weer boos op ons. Nou ja, dat is toch ook prima. Die rol wil ik ook graag vervullen. Ja, als de kinderen er maar gelukkig van worden. Dat doe je in het dagelijks leven al met je eigen papa en mama. Ja. Maar je hebt buiten games niks gedaan deze week. Nou ja, mijn huis is een beetje schoon, maar ik heb heel veel Heroes gekeken. Vet. Ik ben helemaal samen met mijn huisgenoot ben ik helemaal verslaafd aan Heroes. En Mr. Isaac? Mr. Isaac Mendes! Isaac Mendes! Frying Man! Woe, yatta! Dit is, ja, sorry voor de mensen die Heroes bijna niet kennen. Bijna discriminerend hoe die zichzelf nadoet, die man. Nee, volgens mij heeft hij zelfs nog prijzen gewonnen om hoe goed hij een Japanse held in Amerika speelt. Dat is echt... Nou, in ieder geval Heroes, mocht je nog een serie zoeken en je hebt hem nog niet gezien, ik vind het... Ik ben helemaal verslaafd nou. Welk seizoen zit je? Ik zit nou in 3. Oh, dat is wel het slechte seizoen, hè? Twee was het seizoen waar wat heel kort duurde omdat de schrijvers ruzie kregen. Dan zag je opeens ook dat ze voor greenscreen liepen opeens. Heel erg leem. Ja, het was heel apart allemaal. Hoe zit die guy zit in Moskou, maar je ziet gewoon dat een plaatje van Moskou is achter hem. Ja, nee, het was niet heel fraai. Maar toch, toen het voorbij was, was het zo van, was dit het slechtste? Want ik vond het nog steeds prima. Hoor. Heroes is gewoon leuk. Ja, nee, dat is waar. Het is echt druk op de chat. Het is vooral Sander en die vindt mij een snuifje-hater. Die wil de nieuwe intro ophangen en een die overdosis... Die is lekker positief vandaag. Ja, het is echt een optimist puur sang, die Sander. Die wil een overdosis pillen nemen na het horen van de intro. Dus... Niet lief, stom zelfs. Dan ga je toch lekker een andere Games & Radio podcast luisteren? Een andere Gamers Net Radio podcast. Ja, die van Game Kings. Die hebben ook een Gamers Net Radio. Hebben die ook een podcast? Nee, toch? Nee. Die zijn veel te sophisticated. Die hebben namelijk wel luisteraars. Kijk, dat hebben wij niet. Wij doen het voor niemand. Nee. Wat heb ik gedaan deze week? Nou, leuk dat je het vraagt. Ja, sorry. Ik was ook allemaal aan het tweeten. En ik ben tegelijkertijd de chat in het gaten aan het houden. Dus het is allemaal... Het is echt een heftigheid, hè? Het is, we zijn zo professioneel bezig en zo... Ik ben wel moe. Je bent moe? Jezus, die is nep. Nee. Nee, is echt. Waarom ben je zo moe? Moeten we vanavond nog Thursday Night Live doen ook. Hè? Vanavond streamen we Evolve, de beta. En dat wordt een heel ding. Want die gaat om 6 uur live. En om 7 uur gaan wij live. Oeh. Dus de kans is best wel groot dat ook daar serverproblemen zijn. Het zou best wel kunnen in het eerste uur. Het zou echt super knap zijn als het geen problemen zou opleveren. Dan zou ik echt wel... Dan krijgt 2K van mij een dikke ster. Ja. Ik heb deze week... We hebben net zojuist het eerste zevende week item van ons opgenomen. Die we nu per week ook gaan doen. Als in de video items. Ja, want we hebben 6 items in de week. Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Je merkt het al. Jij skipte daar een dag. Ja, dat is de dinsdag. Dan hebben wij geen videocontent. Dat is vanaf aanstaande dinsdag niet meer. Want dan hebben we een nieuw item. Dat heet Gamers at Gear. Ja, is dat nou zeker? Want jullie zeiden tijdens het opnemen nog niet van het is Gamers Net Gear of omdat we het met een partner doen en die heeft een andere titel. Dus we mogen de titel niet noemen in het item. Ah, oké. Dus het heet bij ons Gamers Net Gear. Mogen we de partner al noemen? Ja, het is Computer Totaal. Computer Totaal. En dan ken je misschien, want dat is een blad. En hebben een website met heel veel bezoekers. Maar het is niet helemaal voor ons doelgroep, behalve hun gadgets. Want zij krijgen superveel shit. Zij krijgen echt veel rare dingen. Ze hadden een super... dat kunnen we misschien al verklappen. Dat is de Gamers Net Gear een van de eerste. Dat is er dus eentje waar ze de Amazon Fire hebben. Dus de telefoon van Amazon. Dat is niet zo heel speciaal. Maar ook een headset voor muziekfanaten van Denon. En Denon is echt een super dope merk. Dus ik had zoiets van, wow. Dat is... En ik stelde echt een fucking goede vraag. Ja, je stelde... Het ding heet de... Het model heet iets met Music Maniac. Ja. En Peter was zo van, is hij 5.1 of 7.1? En dan denk ik...
Welke muziek is nou 5.1? Ik ben een gamer. Ik denk altijd aan mijn games. Ja, maar het ding heet toch Music Mania? Dat was ik toch vergeten? Ik zat in dat item. Oké. Ja, het was... We hebben heel veel dingen besproken. Ja. Echt heel erg leuk. Dus we krijgen nu elke dinsdag Gamers at Gear met vette gear. Smartwatches gaan langskomen en rare dingen. Echt ook rare dingen. Plopkappen voor je telefoon en zo. Ben ik dus echt heel benieuwd naar. Daar heb ik zoveel zin in. Ja, hoe werd het nou genoemd? De clownsneus voor je mobiel. Ja. Zo'n plopkapje, dan doe je hem lekker in het rood en die doe je dan onder op je iPhone. En dan heb je geen wind, of geen last meer van de wind. Die gaan er ook komen in de komende weken. Het wordt echt één grote bizar fest. De windblokker, jee. Nou, Games at Gear elke dinsdag. Die reclame hebben we ook gemaakt. Ja. En verder heb ik deze week eigenlijk niet zoveel privé gedaan. Ik heb maandag gestreamd. Hoe ging je stream maandag? Want je ging DayZ doen, hè? Dat was vet, jongen. Ja, ik vind... echt heel vet. Op een gegeven moment werden we gewoon beroofd door mensen. Dat vond je vet? Dat was het hoogtepunt? Ja, dat was super vet. Nee, het was echt heel vet. Ik zal het even heel kort vertellen. Mam, ik ben beroofd! Nee, het was echt heel erg vet. Want ik speelde met andere jongens. Eén van was ook heel erg fanatiek. Dus op een gegeven moment werden we beschoten. En in DayZ zit geen kaart. Dus hij zegt, ga liggen op het dak. En als je gaat liggen op het dak, is er best wel kans dat ze je niet kunnen vinden. Want er is gewoon geen kaart. Maar goed, ze vonden ze dus wel. Dus wij helemaal zo met onze handen gelokt op de grond. Hij zei, jij moet gaan liggen, want anders schieten ze ons dood. Oh nee. En ondertussen werd ik gekuft. Gehandcuffed. Handboeien. En toen zeiden allemaal mensen in de Twitch zei van... what the fuck, we gaan ze helpen. We gaan inloggen om ze te redden. Dat dus wij moesten tijd gaan rekken. Best. En een van die chicks, die heette Lucy. En die Lucy die zat elke keer zo met ons te praten, weet je wel. En die Lucy zei op een gegeven moment van... ja, maar straks komt de derde guy en die is fucking goed. Die gaat jullie waarschijnlijk doodschieten. Dus ik zei, nee Lucy, je bent live op Twitch. Weet je wel, tijd rekken, weet je wel. Ga kijken. Ja, oh dude, deed ze dat nog? Nee. Ah, jammer. Want op een gegeven moment kwam dus... Want als zij al tap had gehad, dan had je gewoon op kunnen staan en dan neer. Ja. maar die drie jongens die ons kwamen helpen via de Twitch, die waren dus niet op tijd. Want op een gegeven moment kwam dus die derde guy helemaal bepanzerd met groene camouflage en een dikke sniper. Oftewel... I am the law! Ja, die is echt no life DayZ waarschijnlijk, want dat is een vette gear. Dat is best lastig te krijgen. I'm the juggernaut, bitch! Ja. En toen zei hij tegen ons zo, via de server, zei hij... je krijgt van mij 2 seconden. You get 10 seconds and then I'm gonna shoot you. En toen zei ik, en dat was echt fucking vet. Well, then just shoot me now because I'm not gonna run for you. I'm not gonna beg for my life. I'm not gonna beg. Just shoot me. Right now. En dat deed hij toen. Toen was ik dood. Het is wel een episch verhaal. Dus ondanks de turnout, het is net een Griekse tragedie. Ik vind het heel episch allemaal. Ja. Hielke zegt ook, het was een mooi streampje maandag. Zat Hielke in de game? Hielke zat er ook in, ja. Hielke was ook slecht, hoor. Hey, tering. PC Masterbird. PC Masterbird. PC Masterbird. Dus dat is een beetje wat ik deze week heb beleefd. En we maken ons natuurlijk op voor de... Ja, daar hebben jullie geen reet aan, maar voor het crew uitje waar ik heel veel zin in heb. Ja. Maar ik heb nog niks geregeld. Nou, alleen betaald. Dat is meestal hetgeen wat je niet doet. Want ik kan me nog herinneren, de laatste keer Keulen... Dat je gewoon echt... Oh nee, toen hadden we de perspas nog niet verzekerd. Nee. Ik vergeet dat soort dingen. Nou, ik heb dus wel betaald, maar ik moet dan nog wel iedereen's geboortedatum en naam. En ik moet nog de inkoop doen. Ik ga morgenochtend naar de Lidl. Lidl. En dan ga ik inkopen doen voor het hele weekend. We hebben hier nog allemaal bier en dat dingen gaat staan, ook hè? Vanavond nog in de auto. Kijk. Maar goed, dat is niet genoeg voor een heel weekend. Het is wel veel. Het is flink wat. Ja, maar het weekend is lang en we moeten 3 keer ontbijten. En 16 man laten ontbijten. Is 2 keer ontbijten. We gaan maandag zonder wat terug, hoor. Ah, oké. Ja, als je het maandag wil blijven, mag, maar ik ben zonder weg. Ja, oké. Ik slaap wel ergens in een steegje in Center Park of zo. Ja. Oh, jij moet wachten op je OV natuurlijk. Nee. Ik wil ook wel een keer betalen, hoor, voor het OV. Oh. Nee, ik ben juist... Ik bespaar deze maand enorm. Hoezo? Omdat ik een allesonthouding heb. Nou ja, niet alles meer, maar een onthouding heb deze maand. En Fapsol kost niks. Het grootste plezier kost je niks, mensen. Dat is... Zaad is altijd gratis. Jij moet het ook altijd weer zo vies maken, hè? Dat vind ik leuk. Oh, en bij mij gaat de muziek uit als ik iets vies zeg. Ja. En bij jou blijft de muziek lekker aanstaan. Omdat het niet ongemakkelijk als wordt. Als ik iets vies zeg, is het gezellig. Oh my god. Oh, maar het crew-outje, overigens, er komt nog wel iets aan van het crew-outje waar de kijkers en bezoekers wel iets voor hebben. Oh, en wel iets aan hebben. Moet ik even nog even heel veel regelen. Nee, dat komt wel goed. Ik heb ook wat dingen... Moet dit ding mee? Nee. Dit wel, is leuk. Ik heb ook nog wel een goedkopere die mee kan als je... Ja, maar dit heeft zo'n ophangsysteem. Is vet. Dat is wel gaaf, ja. Helemaal leuk. Leuk dat jullie er zijn ook. En we gaan... ik heb al 3 keer gezegd leuk dat jullie zijn. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Ik heb geen idee. We zijn een kwartier bezig. Kijk, dat is het nieuwe Games Radio van Slap Ahoer. En als je comments hebt, laat het weten. En Tom, jullie vroegen erom om het Slap Ahoer Hoeren. Jullie wouden minder structuur erin. Dus en bij dat deze is wat jullie krijgen. Maar we gaan wel vertellen wat de redactie allemaal heeft gegamed. Ja.
Hielke is bezig geweest met Planetary Annihilation en Elite Dangerous. Die zit nu in de chat ook. Daniel is bezig geweest met Skyrim. Leon 2.0 met Counter-Strike FIFA. Leon bezig met Infamous First Light. Michiel is terug uit Nieuw-Zeeland. Ja, eindelijk. Die denkt, er komt een crew uitje. Ik ga terug. Die is bezig geweest natuurlijk weer met Destiny's oververslaving. En Richard met GTA Online. Wat heb jij gegamed? Ook GTA Online? Ja, en dat was dus heel erg gehaald. En Viva Pinata. Viva Pinata gestreamd. En Worms Battlegrounds, omdat GTA Online het niet deed. En ik heb hier nog Tom, die is nog bezig geweest. Tom Gudde met Swapper, een indie-titel. Want zijn goede voornemen was om meer indie-titels te gaan spelen. Dus bij deze. En wat heb ik nog meer binnen? Caron, Dota 2 en ook GTA 5. Daniel Pietersma is bezig met Max Payne 3. Kijk, dat is ook een klassiekertje van Rockstar, hè? En dat was hem wel zo'n beetje. Dat is praktisch de hele redactie die van zich heeft laten horen. Praktisch de hele redactie. Die geheile redactie. En ik heb DayZ gespeeld. Maar natuurlijk Battlefield 4. DayZ. Ja, DayZ. En PD2. PD2. Weil wir der Banken können überfallen, ja. Und die Kamera kaputt können schießen. Wie viel Geld hast du bekommen? Ach, ich habe Millionen, ja. Millionen gestohlen. Ja, da sind gestohlen. Von der Polizei IMG. Geschossen, ja. Und die deutsche Bank, ja. Ich habe eine Apfelstrudel gestohlen, ja. Ich habe ein AK-47, ja. Ganz geil mit einem Silencer. Und dann können die Bank besuchen, können kaputt geschießen werden, ja. Das Fetteste an Deutsch ist, als sie englische Worte aus gaan spreken. Ja. Das ist mein Job. Ja, das ist mein Job. Bist du auch auf YouTube, Mannies? Das ist gewoon so vet, als sie das sagen. Du bist so scared. Ich habe ganz viele Swagger, ja. Ah ja, ich habe Swag. Swag. Auch in Germany haben wir Swag. Ja, wir üben vor der Crew-Weekend. In Sandfurt sind wir Deutsche, ja. Sandfurt am See. Ah, am See. Ich grafe eine Kohle, ja. Ja. Am Strand, ja. In Köln. Köln? Köln? Köln, ja. Das war, wo Gamescom ist. Ja, wo Games, da graf ich auch. Da hatten wir Artikel auf Gamescom.nl, ja, das ist Top 10, beste Xbox One Games. Ja, ik stel voor dat we met Gamescom moeten we echt proberen zo lang mogelijk een Gamers het Radio. Ja. Kuchen, wie viel kicken wir? Kuchen, we hebben zu geben. Overigens zegt meneer Johnny zegt knekkenbrood, maar dat is een ander land, Johnny. Ja, we hebben een heel leuk artikel gehad van onze Lennar, The Dress to Impress. Ja. Ik kan er nu ook niet meer uit. En je blijft erin zitten, hè? Ja. Duits houdt je gevangen. Crackdown, hebben we ook previews van gehad. Van Crackdown en van Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Kirby and the Rainbow Paintbrush, Xenoblade Chronicles X. Ik denk 10, dat de X voor 10 staat, toch? Ja. Ja. En Dead Island 2, dat zijn de previews die we deze week hadden. We natuurlijk ook een review van MSI Nightblade Z79 Barebone. Ja. Die leuk is, die we allemaal wouden houden, maar toch terug hebben moeten sturen naar MSI. Ja, die hebben we zeker allemaal teruggestuurd en niet nu thuis staan. Heb je hem echt? Nee. Jammer. Ja, want hij is wel leuk, ik vind hem mooi. Deze week, wat is er allemaal deze week gebeurd hier op dit schitterende GNHQ? Nou, dat kan ik jou vertellen. We hadden ondertussen op GNHQ waar niet zoveel op gereageerd is, maar wij vonden hem heel grappig. Maar zoals wel vaker, als wij het grappig vinden, dan vindt niemand het leuk. Dan gaat het nooit viraal. Nee, ik zeg altijd, oh deze gaat viraal, gaat niet gebeuren. We hebben een trailer gemaakt voor de aankomende Gamersnet trailer. Ja. En er vroeg al iemand, komt er nou ook nog een trailer 2.0? Nee, dit was dus de trailer voor de trailer. En de echte trailer komt nog. Want ja, het is geen grap. We zijn echt bezig met een Gamersnet trailer. Zo'n beetje zo'n YouTube-kanaal trailer, weet je wel. Wow, kijk ons. Kijk ons hipster zijn. Kijk ons hipster zijn en dansjes doen op muziekjes. Inmiddels is er een hele mooie screenshot. Toen ik Duits sprak, ja. Ja, je ziet dat je een Duitse blik hebt, ja. Ik ben ook echt een Duitser op die foto. En overigens zegt Hielke Spielersnet Radio. Spielersnet Radio, ja. Ja, dit zie je vast niet, maar... Nou, hartstikke leuk. Wat hebben we nog meer gehad deze? Oh ja, dus de game is een trailer. We hebben Friday Night Live gemist. Gehad Far Cry 4, als je dat terug wil zien. Tom Peters Hot Coffee Show, consoles. Die moet nog verschijnen. Dat is een beetje, dat is weer zo'n tijdcapsule. Die moet vandaag nog die verschijnen. Die gaat vandaag verschijnen, maar dit is niet deze stelling. Ja, ik wist niet wat de titel zou zijn. Dus de titel van een paar weken terug staat er nog. Maar wat was ook weer het onderwerp? Het onderwerp was dat games te duur of zo. Ja, games te duur. Ja, precies. Ga dat checken vandaag. En de unboxing en giveaway van die Assassin's Creed Unity Notre Dame Edition. Tom gaat nu even de link voor jullie in de Twitch zetten. Welke? De prijsvraag dat je de Notre Dame Edition van Assassin's Creed Unity kan winnen. Want mocht je daar nog niet aan hebben meegedaan, dan is werkelijk nu je kans. En het leuke is natuurlijk aan de Notre Dame editie is dat die niet meer te verkrijgen is.
Dat is een beetje... En wij hebben hem gewoon. Hij is helemaal uitverkocht en hij wordt volgens mij ook niet meer gemaakt. Maar Ubisoft heeft er ons eentje gestuurd voor de PlayStation 4. Dus doe vooral mee. En de link krijgen de mensen op Twitch nu. En waarschijnlijk zetten we hem ook wel op YouTube. Wie ging Tom afzeiken dan? Is er Fitty? Is er weer Fitty? Wie ging Tom afzeiken? Twitter Fitty, iedereen. Ja. Oh, niet slaan op de tafel. Fit erop los. En er is een hele bijzondere week, want er is deze week geen enkele game verschenen. Dat is, normaal gaan we nu naar de release van de week, maar die is er niet omdat er gewoon geen release is. Dus ook geen release van de week. Nee, dit is helemaal niks, dus lekker rustig. Nou, mocht je nog een suggestie hebben van een of andere indie game of zo die is uitgekomen, hel. Action Hank, een indie game, een Nederlandse indie game, heeft zijn laatste Steam Greenlight update gehad. Geweldig. Ja, dat is, ik denk dat we daar maar moeten gaan. Bij de Dutch Game Garden. Ja, we zijn wel verhuisd. Ze zitten niet meer op de neuden. Nee, die zitten nou heel dicht bij de jaarbeurs. Nou. Dus als zij naar First Look moeten, dan hoeven ze alleen maar de lift naar beneden te nemen. Ja, dat is wel vet, ja. Ja. Maar oké, we gaan naar het, denk ik, het Games & Nieuws. Als jij er klaar voor bent, hoor. We zijn inmiddels namelijk nog maar 20 minuten bezig. Ja, slap ouwe hoeren helpt enorm om de tijd op te vullen. Ja, want we vinden dit altijd echt zo lang duur, de show. Maar goed, ik doe maar dan, omdat we toch niks anders te doen hebben of zo. Wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Je hoort het in het Gamersnet Radio Nieuws. Ja, jongens, wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Want wat is er natuurlijk weer veel gebeurd in de wereld die games heet. En normaal is het nu altijd een beetje komkommertijd. Ja. De gamewereld heeft veel komkommertijden. Vaak in de zomer is een komkommertijd en in januari is een komkommertijd. Op deze manier heb ik toch altijd druk. En toch hebben we het altijd druk. Hoe doen we dat toch telkens? Stom doen we het. Nou ja, ik weet niet. We zijn gewoon bezig bij. Kun je nagaan dat we straks ook nog 7 weekenden in het jaar de hoort op zijn. Dat is... Is dit nou al een teaser naar? Ja, Peter is weer aan het teasen hoor. Moeten we niet eens een keer die eerste video's online gooien van de teaser voor waar we de hele tijd naar aan het teasen zijn? We hebben nog maar één ding. Dat is wel waar, ja. We moeten even wat meer dingen opnemen om een teaser rond te krijgen voor hetgeen wat jij de hele tijd naar aan het teasen bent. Ik moet geld hebben. Dan kan ik allemaal dingen kopen en dan gaan filmen. YouTube money's, je weet. Verdien die shit. Ik verdien het. Hey, het Gamersnet Radio. Ja, er zijn namelijk 6 nieuwe Amiibo's op komst. Ik weet dat jullie allemaal echt in de rij staan om die Amiibo's te kopen. Ja, ze zijn ook wel mooi. Ze zijn... Ik vind ze serieus, ik wil er een paar hebben. Ook al heb ik geen Wii U of een 3DS. Welke wil je hebben? Ik vind sowieso die nou aangekondigd is. Ik vind die van Wario heel vet. En ik weet dat mijn vriendin wil Charizard sowieso hebben. Dat moet haast wel. Ja, ik weet niet. Ik push Nintendo om aan om er een van mij te maken. Dat weigeren ze. Dus ik ben een beetje gestopt met hun te ondersteunen. Kijk, en dat is ook waarom er geen Nintendo nieuws meer verschijnt op de site. Het is een soort weten. Dat is, we hebben Nintendo en Gamersnet hebben Fitty omdat er geen Peter Amiibo komt. Ja. Dat doet het hem gewoon. Dat is het gewoon. Maar er komen de 6 nieuwe alweer aan. Dit is de derde batch al van de 24 april. Schijnen Bowser, Ike, Toon Link, King Dedede, Luciano, Mega Man, ik ken de helft niet, Meta Knight, Rosaline en Luma, Sheik, Shulk en Sonic. Die komen er allemaal bij. Ja. Dat is een flinke wave. Maar het zijn allemaal, ik vind het bijna allemaal stom. Nee, Toon Link is leuk, joh. Toon Link is van de Wind Waker. Oh, die is leuk. Ja. En kom op, Wario en man. Ik weet niet, ik vind Wario dik. Maar kijk, dikke mensen zijn gezelliger, hè? Ja, dus je weet dat je met Wario gewoon een goed feestje kunt hebben, hè? Ik weet niet, hoor. Ik vind Wario altijd best wel onsympathiek en behoorlijk brutaal. Ja, oké, dat is waar. Maar die Waluigi, dat is pas een eikel. Die peutert voor me heel veel zijn neus. Ja, die heeft ook een enorme neus. Ja. Ik zou het ook doen als ik die neus had. Ja. Hey, raad eens hoeveel draken er al uit zijn geschakeld in Dragon Age Inquisition over de hele wereld. 2,6 miljoen. Hoe doe je dat? Dat staat hier. Hoe weet je dat? Oh ja, dat staat in het draaiboek. En ik heb er daarvan één. Ik heb ook het idee dat gemiddeld elke speler van Dragon Age ongeveer 1 draak killt. Net iets minder. Want er zijn 2,6 miljoen draken afgeslacht in totaal. En het spel is iets van 2,8 miljoen keer verkocht. Dus je kunt ervan uitgaan dat elke speler ongeveer net iets minder dan 1 draak killt. Wat best wel vet is. Want als je dit met Skyrim zou berekenen, dan zijn er al miljarden draken gestorven inmiddels. Ja, maar in Dragon Age is het ook echt een ding. Ja, maar dat is juist gaaf. Dragon Age maakt van draken echt een ding. In Skyrim ben je gewoon bezig. Ben je gewoon een beetje... Het stomme first-person kutvaartgevecht. Je draait je per ongeluk om. Oh, kut, zwaard. Draak. Dood. Zo gaat het in Skyrim. Ik was op deze boom aan het slaan. Hallo. Dan is het natuurlijk geen uitdaging meer. Nee. Het is ook niet. Het is soms best makkelijk in Skyrim. Dragonborn. Was dat nou jouw Charles Martinet impression? Ik vond hem best wel sterk. Dat is best wel oké. Okay. Ja. Ja. Ik vond hij had de vetste rol in die game, jongen. Ja. Echt die draak. Charles Martinet, voor de mensen die niet weten, is Mario. Maar hij doet ook
Spangas. Shit, hoe heet die nou? Paganor. Zijn naam is anders. Pegasus. Maar... Nee. Als je hem nog even laat denken, dan kan ik het daadwerkelijk opkopen. Panzerkar. Oh, jongens, hoe heet die draak ook alweer? Hij is de vet. Dat is de vetste dus draak. Dus toch Paganor? Nee. Pokanor. Flonkazar. Oh, Mario. Woehoe. Dragonborn. Let's go. It's a Dragonborn. Kill the dragons. Let's go. It's a me. Want die guy spreekt dus ook een draak in. Ja, dat is echt absurd eigenlijk. Weet niemand hoe die heet? Ik moet hem even... Oh, hij was zo vet. Dat is echt de vetste draak. Maar ik zie op de chat zie ik het niet langskomen. En jammer. Ik ben door. Ik word door Microsoft betaald om slecht te zijn over Nintendo. Is dat zo? Het is ontdekt in de chat. Ik word gewoon door Microsoft betaald door gewoon heel goed te zijn over Microsoft. Ja, nee, ik niet. Ja, ik ben de basher. Ja. Ja, jongens, het nieuws van de week... Het nieuws van de week, en dat is natuurlijk dat GTA 5 is uitgesteld voor de PC. Ja, en ik ga er ook wel een beetje vanuit dat er straks bellers komen die erover gaan ranten. Dat moet haast wel, want ook op Facebook hadden wij het geplaatst en er was vrij veel haat. Weet je hoe vaak dat bericht inmiddels bekeken is? De laatste keer dat ik keek, boven de 60.000. 93.000 keer is het bericht op Facebook bekeken. Die gaat bijna over de 100.000 views heen. Niet normaal, dat is wel sick. Ja. Maar mensen zijn niet blij. 24 maart is de nieuwe release datum van GTA 5 voor de PC Master Race. Ja. En Parthurnax was de naam van de draak. Dank je, Daan. Hij zegt het net op de chat. Dank je. Ja. Ook dacht dat je geen stoer ging doen van ik weet het opeens. Maar het was Daan. Dat had ik ook kunnen doen. Nee, maar ik geef Daan gewoon credits. Als goed. Thanks, Daan. Ja, in ruil voor dit hele verhaal zegt Comvox dan een aantal dingen. Ja, 4K resoluties. Dus dat is wel grappig. Dat is op zich wel lachen. Maar dat wisten we op zich ook al even. Of dat was in ieder geval, dat werd al heel lang verwacht. En dat is nou zo. Dus het is niet echt dat je denkt van, nou, dat vind ik een goede reden om het uit te stellen, jongens. En de specs zijn erbij. Wat vind je van de specs? Ik vind de specs zijn flink. Want meestal is het zo dat de minimale vereisten voor een spel, dat ik die echt nog kan spelen op mijn game PC uit 2008. Maar dat is nou gewoon echt niet meer het geval. Dit is echt een van die games die gewoon, waarvoor je echt wel een recent systeem moet hebben om überhaupt een beetje te kunnen draaien. Ik heb alles behalve de juiste Windows. Ik heb 98 nog steeds. Zo vet als je echt zo'n sicke game PC hebt die echt gewoon op 95 werkt. Dat is Windows ME. Dat is gewoon het snelst. Dat is niet het snelst. Windows 8 is bewezen het snelste zijn met games. Ja, maar het langzaamste zijn in het opzoeken van de shit die op je computer staat. Dat is ook niet meer. Dat is wel waar. Windows 8.1 is vrij snel en handig. Okay. En hey, Windows 10 komt er alweer bijna aan, dus komt helemaal goed. Hmm. Dus die specs zijn er. Wat vinden jullie van de specs? Laat het even weten. En de heists zullen in de PC-versie zitten, maar daarbij hebben ze ook nog gezegd van... Een aantal weken voordat de PC-release komt, zijn de heist al in de console. Ja, dus dat is... De consolespelers worden hier toch duidelijk een beetje voorgetrokken. Maar ja, vind het ook niet heel gek, want je weet dat die game miljoenen keren illegaal gedownload gaat worden. Ja. Ik snap Rockstar daar heel erg in. Ja. Windows 8.1 for the win wordt er geroepen in de chat. Hoppakee. Dat is the truth. The truth, and nothing but the truth. Hey, heb jij een favoriete Hansotjes? Nee, heb ik even zin in. Ik heb gewoon zin in dat nummer. Nee, ik heb even zo snel, weet ik even niet... weet je, kijk, ik vind Hans eigenlijk gewoon een best wel middelmatige zanger, af en toe. Ik heb er al een, dus hoeft niet meer. Ja, heb je een suggestie voor mij? Leuk, ga ik niet doen. Ja, hier komt iets waar ik zin in heb. Het duurde te lang. Mijn favoriete nummer van Hans Otjes is het volgende nummer. Dat gaat over L.A. Noire. Oh ja, lekker. Zit vol met gangsters, vol geweld, moord, verkrachting. En ik ben nu agent hier en maak net mijn opwachting. Ik zie ze wel allemaal, die leugens hier heeft geen zin meer. Ik wil juist de grote buik, de grote criminelen rook ik één voor één uit. Ik stop ze snel, maakt niet uit waar. Ik stop ze snel,
funky jazz. En red zelfs een gijzelaar. Verijdel zelfs een bankroof. En ben dan nog lang niet klaar. Ik pak ze op. Ja, en onderwijl Tom de koffie aan het zetten is, maken wij het hier gezellig met een beetje Sims muziek. En dan wil ik jullie ondertussen wijzen op dat wij vanaf vandaag namelijk een ophangsysteem hebben voor onze fanmail. Hoe vet is dat? Voor alle kaartjes die wij hebben gekregen met kerst hebben wij nu zo'n bord gekocht. Die gaan we straks ophangen. En de bedoeling is wel dat die eind van het jaar natuurlijk een beetje vol zit. Dus mocht je ons leuke post willen sturen, dat kan natuurlijk altijd. Nou, dat was een mooi pauze-intermezzo. We hebben het inderdaad al over GTA gehad, Rick. We vinden het allemaal heel kut. En we wachten ook, Rick, dat je gewoon belt om je onvrede te delen. DJ Woods Gaming zegt, dit is grappig, een radioshow op Twitch. Ja, we zijn ook zo grappig. En we zijn origineel, vooral dat. Ja, je ziet het niet veel, hè? Nee, je ziet het niet. Maar het viel me wel op, het gebeurt op Twitch, maar weinig Nederlandse live gaming talkshows. Want dit wordt op Twitch gezet onder de gaming talkshows. Ja, we're a gaming talkshow. We're the only Dutch gaming talkshow in town. In the world. In the world. In the bloody world. On Twitch. En superleuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren naar Gamersnet Radio. Doe dat vooral elke week, normaal op vrijdag, nu een keertje op donderdag. Ja. Ja. Nou, helemaal tof. Wat gaan we vanavond Evolve? Oh, dat weten jullie al. Tussen 7 en 9, Friday Night Live. Maar dan op donderdag. Ja, Evolve. Thursday Night Live. Thursday Night Live. We hebben na Friday Night Live ook al Thursday Morning Live gehad en nou Thursday Night Live. Dus we gaan met Friday Night Live, is het de bedoeling dat we eigenlijk alle andere aspecten... Behalve Friday. Ja, gewoon dat we ook een keer een Monday, midday live doen. Hey, het was een grote week voor jou, want jij bent een groot fan van Forza Horizon 2. En dan, maar dit is geen Horizon. Nee. Want Forza Motorsport 6 is aangekondigd, mensen. Het is, we weten er nog niet heel veel van. De enige beelden die ze ons hebben laten zien is de cover car. Want Forza heeft natuurlijk altijd één specifieke cover car. Dat was een Lambo... het was wel een Lambo van Forza Horizon 2. En Forza Motorsport 5 had de McLaren P1. En voor Forza Motorsport 6 is het de Ford GT. En die ziet er wel super vet uit, moet ik zeggen. Ik weet niet, heb jij hem gezien? Nee. Nou, jammer. Het is echt een mooie auto. Maar ik heb eigenlijk helemaal wat we niks weten met auto's. Nee, ja, Forza Motorsport... Oh, zitten auto's in? Ja, dat schijnt iets te zijn met vier banden en zo vaak. En, Hendig. Hendig, ja. Ik hou alleen maar van voertuigen met drie banden. De trikes. Of de stille hints. Ja, de Gamersnet Trike... Je vatte hem niet, hè? De Gamersnet Trike komt eraan. Je vatte hem niet. Nee, ik snapte hem eerst niet, maar nu wel. Maar oké, we komen maar uit de bus. De Gamersnet Trike. We gaan een Trike kopen met Gamersnet. En daarmee gaan we naar Dutch Comic Con en andere beurzen. De nummer 10 van de Game Awards 2014 komt vandaag online. Het is Super Smash Brothers. Yeah. Ja. Ik ook al wat verteld dan. Maar Forza Motorsport 6... 2015, eind 2015 komt hij alweer. Dus dan kunnen we weer los met realistische motorsport. Shizzle. 6. Ja. Anyway, Microsoft heeft nog meer in petto voor ons deze week. En dat is dat Microsoft Game Studios bezig is met een geliefde strategy game. Ja, wacht even. Ik ga je even onder ontzetten. Rick, kom er maar in. Een hele goede middag. Hi Rick, hoe is het? Ja, prima. Jij krijgt nog een prijs van ons opgestuurd, hè? Oh ja, echt? Volgens mij wel. Maak je wat gewonnen met GNR of niet? Bij de marathon. Oh, echt? Oh, dat weet ik al niet meer. Ik heb de... Oh. Gewoon ja zeggen dan. Ja. Gewoon ja zeggen. Nu voor het eerst. Oké. Okay. Wacht, Rick. Heb je een Xbox One? Nee, ik heb geen Xbox One. Dan heb je... Dan was het sorry, dan was het een andere Rick. Sorry, man. Nee, shit.
Oh, wat zou ik gewonnen hebben dan? Ja, echt een Xbox pakket met 100 games. Nee. My Metal Gear. Ik moet nog een winnaar hebben voor Metal Gear. Wie was dat ook alweer? Ja, ik weet het ook niet. Ik had het ergens opgeschreven, maar dat is inmiddels Ik dacht dat het Rick was, maar Rick belde het zo gezellig. Maar Rick, kom erin met je onrust. Het gaat over GTA 5, neem ik aan, toch? Ja, er werd net aan mij gevraagd van bel even in verband met... zodat je een beklag kan doen over het GTA. En ja... Doe je beklag? Ik heb er gewoon 1,5 jaar op zitten wachten. En nu is hij gewoon alweer uitgesteld. Ja, echt belachelijk, hè? Ik vond het wel jammer dat hij niet tegelijkertijd uitkwam met de PS3 en de Xbox 360 versie. Dan ook niet eens met PlayStation 4 en Xbox One. Nee, maar ook toen die de Xbox 360 en PS3 versie uitkwamen. Toen die uitkwamen, toen dacht ik... Toen dacht ik van, er komt vast nog wel een PC-versie, maar in juni of zo hadden we er nog niks van gehoord. En toen dacht ik van, het komt niet meer. En toen op Gamescom, op de E3, werd toen gezegd van, hij komt. En toen dacht ik, yes. En toen dacht ik van, het komt tegelijkertijd uit met de PS4 en de Xbox One. En toen nee. En toen werd het januari en nu is hij weer uitgesteld. Ja, ze doen er vrij lang over, maar, zij die geduld hebben, hoe gaat dat spreekwoord ook alweer? Ik weet het niet, fappen veel. Ja, ze toch moet wachten, toch Rick? Ja. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel mooi dat ze het dan alsnog uitstellen, in plaats van dat ze een game leveren die niet af is, zoals met Assassin's Creed Unity het geval. Nou, laten we het hopen, want het kan ook gewoon zijn dat het straks nog steeds voor geen drol werkt. Want persoonlijk, de Xbox One versie van GTA Online, ik kom ook niet in servers hoor, het is best frustrerend. Tja, daar weet ja, vervelend ja. Maar, ja, ik ben ook nog steeds aan het wachten tot ik met GTA Online bezig kan, dus we zitten een beetje in hetzelfde schuitje, Rick. Ja, behalve dat jij al 1,5 jaar die game kon spelen. Ja. Ja. Rick heeft die game nog niet gespeeld. Ja, ik kan inderdaad genieten van het menu. De gameplay moet mij ook nog bereiken. Okay. Maar Rick, wat doe je om de tijd te vullen tot maart? Ja, dan moet ik nu iets verzinnen. Ik ben meestal iemand, ik koop ongeveer elke 2 maanden koop ik een nieuwe game. Dat vind ik wel fatsoenlijke tijd. Ja. Maar je hebt nou precies 2 maanden extra gekregen, want het uitstel is ongeveer 2 maanden. Ja. Welke game gaat het worden? Dus nu moet ik even een nieuwe game zoeken. Ik zat te denken aan Far Cry 4. Mm-hmm. Die heb ik nog niet gehad, dus ik ben niet zo van de shooters, maar ik zal wel even zien wat het wordt. Ja, het is een shooter, maar het is natuurlijk wel, Far Cry doet ook wel iets meer, omdat het ook heel erg free roam is en je kunt heel veel collectibles verzamelen en een beetje rondtoeren en een beetje RPG zit erin, dus het is niet de Call of Duty shooter-ish ofzo. Nee, precies, dat is wel een voordeel in mijn geval dan, dus dat vind ik dan wel fijn, hè? Maar GTA, die wordt ook 4K, toch? Voor de PC. Ja. Niet qua geld, qua resolutie. Nee, hij heeft 4K ondersteuning. Heb je een 4K monitor dan? Nee. Heb je 3 monitoren? Dat kan ook. Ik heb gewoon 1, Full HD. Okay. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat was hij sowieso al, Full HD. Ja. Dus je hebt verder niet heel erg veel gehad aan het uitstel tot dusver. Kan je computer hem aan trouwens? Mijn computer kan er makkelijk aan. Oh, hoppa. Kijk. De systeemvereisten van de game zijn best wel laag. Ja. Minimale systeemvereisten. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar Assassin's Creed Unity, nou, dat was torenhoog. Ja, dan loopt het alsnog niet. Ik heb gezegd dat mijn PC niet aankomt, maar hij kon hem uiteindelijk toch wel aan met de lag en zo. Had ik wel alsnog, maar ja, daar heeft iedereen uiteindelijk last van gehad. Ja, dus, ja. Klopt. Hey Rick, wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Hij reageerde van de week. Is hij naar de kapper geweest of zo? Ja, dat klopt, ja. Maar was dat een positieve, is hij naar de kapper geweest, of was het een negatieve, is hij naar de kapper geweest? Neutraal, laten we het daarop houden. Nou, dat is niet negatief dus. Nee. Het was gewoon wat korter, het viel me even op, dus ik dacht, is hij naar de kapper geweest? Ja, ik ben naar de kapper geweest. Bedankt dat het opviel, Rick. Ja, oké, mooi. Nou, tot de volgende keer denk ik dan, hè. Nou, en succes met het wachten. Ja. Dankjewel. En laat ons weten of je Far Cry 4 iets vindt als je hem koopt. En als je iets anders koopt, laat ons dat even weten. Ja, is goed. Zal ik doen. Yo. Okay. Thanks, doei, man. Houdoe. Later. Toch gezellig, vind ik dat. Dat je altijd mensen gewoon in de show kunt hebben zo. Eens. God, wat is Skype toch een fantastische uitvinding. Skype is een fantastisch middel. Maar je kan ook gewoon met de ouderwetse telefoonwagen. Dat is, je ziet het daar staan. Daar, het staat het telefoonnummer. Daar staat hij, hè? 085-002-0202. Ik heb hem bijna in mijn hoofd dat ik hem zo op kan noemen. 085-002-0309.
Ik herhaal 085-002-0309. Maar als je ziet ook hoeveel contactpersonen wij hebben, dat is werkelijk honderden. Ja, en telkens weer, ook echt op de gekste momenten voegen mensen ons toe. Oh, sterker nog, ik had een voicemail van iemand. Van iemand die had gebeld, die had een voicemail achtergelaten. Maar ik hoorde mijn god niet wat het was. Was zo, fuck jullie. Fuck jullie, hè? Ja, die was boos tegen ons. Volgens mij wel. Je kunt het niet verstaan, maar je kunt het afspelen als je wil. Oké, okay, nou, Kleine Etter is er in ieder geval ook weer. Hey, Kleine Etter, leuk. Ja, Kleine Etter is awesome. Gezellig. Hey, jij was bezig met een nieuwtje over een geliefde strategy game van Microsoft Game Studios. Ja, ze zijn bezig met een geliefde strategy game. En nou is het natuurlijk, kijk, de hele studio achter Age of Empires en Age of Mythology, Ensemble, die is een beetje opgedoekt. Maar ze laten weten nog ergens aan te werken. En ze willen zeg maar nog niet helemaal zeggen wat het is. Maar via een LinkedIn vacature is bekend geworden dat ze op zoek zijn naar een senior software engineer. Dus voor een geliefde strategy franchise. Dus het kan zijn Halo Wars, dat was enigszins geliefd. Ja, Age of Mythology, Age of Empires. En stiekem hopen we dan natuurlijk op een Age of Empires 4 of op een Age of Mythology 2. En ik in ieder geval. Ik heb Halo Wars niet gespeeld. Nee, ik hoop Halo Wars, maar het wordt wel gewoon. Nou ja, aan de andere kant, kijk, Age of is natuurlijk gewoon weg. Nou ja, jij hebt Age of Empires online gehad, maar dat werd ook weer vrij snel opgedoekt. Ja, heel snel opgedoekt. En ze hebben nog de HD-versie gehad. De Halo franchise is natuurlijk wel, daar zijn ze wel heel erg mee bezig. Toch? Om dat continu te pushen met een televisieserie, een nieuwe game. Ja, je hebt dat en de remake en tegelijkertijd zijn ze ook bezig met Guardians. Maar zou het niet een beetje sick zijn als ze gewoon als Microsoft aan drie Halo-titels tegelijkertijd werkt? Dat is erger dan Ubisoft met Assassin's Creed zo'n beetje. Nee. Want Ubisoft is bezig met zes Assassin's Creed games. At the same time. Gewoon, er is een denktank en die poept gewoon continu ideeën uit. En zij huren gewoon nieuwe mensen om dat idee te zetten. We doen dit. Maar mijn ideeën hoeven ze niet, hè? Nee? Nee? Heb je het nou al een keer voorgedragen aan Yves Guillemot? Nee, ik moet Yves nog even bellen. Hey Yves. Hey Yves. Gekke Fransoos. Bonjour. Nee hoor, het zal ongetwijfeld Age of Empires zijn, want dat wil ik iedereen. Ik ben de enige die Halo Wars wil, dus ik gun het jullie van harte. En dus dat hoop ik van voor jullie. Flappy Bird. Ja, fantastisch. Ik ben toch ook gek ook als je dat gaat spelen in de arcadehal. Ik vond het echt een superleuk nieuwtje. Ja. Ik vond het echt gaaf. Gewoon voor de mensen die het niet weten, Flappy Bird krijgt een uitvoering op... Frommelt de pagina, fuck it. Echt, hè? Flappy Bird krijgt een uitvoering in de arcadehal. We hebben een bellast. Oh, oké. Hoi. Oh, hangt op. Oké, dat was de bellast tot dusver. Ja, Flappy Bird krijgt een arcade-versie. Of heeft een arcade-versie. Het is wel gelicenseerd door de officiële maker Dongyugen Nguyen. En ik kan het niet uitspreken, het is Vietnamees. Maar het wordt gemaakt door Baytech Games. En het is echt gewoon een kast met gewoon één knop. En dat is de knop om het vogeltje weer een stap omhoog te krijgen. Ja, het is wel vet. En je kunt het dus vinden in de arcadehallen. Er zijn mogelijkheden dat je er tickets voor krijgt naarmate je verder komt. En er zijn mogelijkheden dat het alleen maar entertainment only is. Ze noemen Flappy Bird entertainment. Ik vond het al hilarisch. Ja, het is gewoon verrekte zelfmoord eigenlijk. Ja. Maar het leuke is ook het scherm van die kast is dus ook echt mobiel size. Dus het is geen breedbeeld, maar het is echt zo'n lange verticale... Ja, dat is vet, ja. Ja. En ik had al in het nieuwtje gezet van mocht iemand een idee hebben hoe we deze op GamersNet HQ kunnen krijgen, laat het ons vooral weten. Ja, laat het ons weten. Dus dat zou vet zijn als hij hier in de hoek staat. Gewoon boep, boep, boep. Ja, dat zou heel vet zijn. Ja, ik zou Radio@gamersnet.nl. Ja. Hebben we trouwens mailtjes? Nee, we hebben geen mailtjes. Nee, gewoon niet. Nee. Jongens... Het is niet zo moeilijk. Je hoeft echt alleen maar een mailtje te sturen en wij behandelen het. Het kan een mop, een leuk verhaal, een klacht zijn, feedback, van alles. Stuur het gewoon naar ons, radio@gamersnet.nl. Bedankt voor je bijdrage. Oh, jij mag alles pluggen en als ik een keer iets plug, dan is het van... Oh, de komt Tom weer. Nee, vind ik leuk. Ik vind het leuk om je af te zeiken. Oh, dat heb ik in de afgelopen 7 jaar wel gemerkt. Ja. Ik heb een mail gestuurd, hoort, zegt Sander, met een leuke foto. Nee, het was een flauwe foto, dus die behalde ik niet. Speedruns voor het goede doel, awesome games done quick. Levert 1,3 miljoen euro op. Ja, dat was vorige week was ontzettend leuk hier op Twitch. Het was een speedrun actie voor het goede doel. En daar gingen mensen echt allemaal speedruns spelen. En speedruns zijn best wel leuk om naar te kijken. Ja, kan best wel ervaren. Of wat is het? Ik vind alleen speedruns die gebruik maken van glitches, wat eigenlijk de meeste speedruns zijn. Ja, zoals die ene dude die Mario 64, Super Mario 64, in een half uurtje uitspeelde. Ja, dan vind ik het niet leuk. Maar die sprong overal door muren heen. Ja. En dan denk ik van ja, dat vind ik niet leuk. Nee, dat is niet eerlijk. Ik wil gewoon zonder glitchvrije speedruns, vind ik het leukst. Ja, dat zijn wel de gaafste. Ja. Maar ze hebben gewoon wel 1,3 miljoen euro opgehaald in totaal. En still counting, dat is zo sick.
Het gaat allemaal naar de Prevent Cancer Foundation. Ik heb het idee dat streamen en goede doelen heel erg goed samengaan. Nou, hier is die. We kunnen hem gewoon kopen. Hij is $7,000. De Flappy Bird machine. Jazeker, je kan hem gewoon aanvragen. Ja, $7,000 heb je. Kunnen hem. We niet vragen of we een review copy mogen ontvangen in de bus? Overigens, Michiel is naar aan het kijken en die zei schrobbelaarbeurt. Ja. Ik ben voor. Hij heeft 2 flessen schrobbeler gekocht voor dit weekend. Nou joh, kijk, dat is een vriend. Ja, het crew-uitje wordt echt heel erg fijn als er 2 flessen schrobbeler zijn. Ja, want de eerste gaat al echt op na een paar uur. Nee, ik ga niet drinken dit weekend. Vorig jaar was het anders. Vorig jaar ging het wel zo. Nou ja, vorig jaar, maar 2 jaar geleden, ik weet niet of je nog weet hoe ik toen bij lag, om 8 uur s'avonds. Oh, was dat 2 uur? Ja, was dat toen 2 jaar geleden alweer. Toen ik om 8 uur s'avonds op bed lag. Ik kwam toen 2 uurtjes te laat of zo, en toen ik aankwam was hij al nokkie. Wat is er met Peter gebeurd? Ja, iets met Jägermeister en schrobbelaar. Oké, we zien hem morgen wel. Wat een leuke avond. Hey, vernieuwde 3DS vanaf februari beschikbaar in Europa. Raar apparaat, raar verhaal. Raar ook dat er games zijn die dan weer alleen maar op de nieuwe 3DS kunnen. Dat is een beetje net zoals de DSi die ze toen hadden met de vorige generatie. Ja, maar toen heette het in ieder geval nog DSi. En nu heet het gewoon 3DS. Nee, het heet nieuw 3DS. Jongens, huismoeders snappen dat toch niet? Dat is wel waar, ja. Dan is het zo van, mam, ik wou de nieuwe 3DS en je hebt de 3DS XL gehaald. Yeah. Oh my god. Precies. Maar ik vind hem wel mooier trouwens. En hij werkt beter en sneller en beter wifi en zo. Ik vind hem wel gaaf. En een tweede hele kleine pook. Dat is wel slim, want bij de 3DS moet je dat ding er aanklikken als je dat tweede pookje wil. Die enorme peripheral die we ook werken met dus de Game Awards. Ja, dat is dus goed geregeld. Ja, maar het is een heel klein kutpookje, dus dat is weer slecht geregeld. Ik denk dat het voor hetzelfde geld werkt die heel goed, dat weten we nog niet. We moeten even een We krijgen een andere review extra. Ja. Ik ben benieuwd. Nintendo kennende. Just Play Games die vraagt waar we heen gaan. We gaan naar Zandvoort. Hoe vet is dat? Zandvoort aan zee. Gewoon 16 mensen in 3 huisjes in Zandvoort. Allemaal gamers. 3 huisjes? Zeker. Meestal hebben we er maar 2. Ja, maar ik ben niet met een nieuwe eigenaar. Hè? Dus nu gaan we echt... Nu gaan we gewoon... Gewoon 1 huisje voor het bier. Oh, ik dacht dat je ging zeggen... Nu gaan we gewoon ook mensen onder de bedden leggen. Nee. Ik heb gewoon 1 huisje vol met bier en chips. Ik vind het een goede move. En ibuprofen, als ik jou ken. Of in ieder geval iets van pijnstillers voor de schrobbelaar de day after. Dat is ook zo. Gaan we eens doen? Ik weet niet, hoe lang hebben we nog? We hebben nog iets van een kwartiertje. We kunnen mensen in laten bellen of we gaan iets van een discussiepuntje behandelen of zo. Lijkt me leuk, maar eerst even dit. Gaat helemaal fout. Jammer. Ja. Maar dat komt door jou hoor, het is wel jouw schuld. Hoezo is mijn schuld nou weer? Ik zit niet eens achter het paneel deze keer. Ja, maar je had jingles klaargezet. Ik had jingles klaargezet, ja. In de queue. Maar die deed het niet. Kijk, we doen hem nu wel. Kijk, let op. Hij pakt hem niet. Haha, zie je dat? Hij pakt hem niet, is gewoon fout. Dan moet je hem even opnieuw erin slepen van het mapje waar je hem in had gezet. De nieuwe jingle. Ja, dat doe ik dus niet, heb ik geen zin in. Nee. Nou, we hadden de nieuwe jingle opnieuw opgenomen, beter. Ja. Gaat hem niet worden. Nee, jammer. Maar goed. Jammer. Welkom jongens. Welkom bij de discussie of de bellers. Ik hoop dat de mensen bellen. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Dat is wel... Er is deze week heel veel gebeurd. GTA is uitgesteld. Spui jouw... Haat. Razernij. Razernij, whatever. We zeggen ook hallo tegen Flipjum. Die is inmiddels ook binnen. En ook Pingwing. Ja. 1, 2, 3. En Wouter. Ik heb 2 Wouters hier. Dus het is... Jemig, wat een Wouter overschot. Er wordt wel gevraagd wanneer zijn de uitslagen van de Gamers Net Game Awards. Die beginnen vandaag. Vandaag, daar heb je het al. Ik zei binnenkort. Zodra ik zeg maar nu klaar ben om 5 uur hiermee, dan ga ik naar mijn computertje en dan druk ik op online. Dan staat hij online. En dan zie je dat op nummer 10 Smash Bros. Staat. En dan komt morgen nummer 9, et cetera. Ik vind het leuk dat Smash Bros. Erin staat. Vind ik ook leuk. Want over het algemeen merk je toch dat er net wat minder Nintendo-aanhang is op de site dan bijvoorbeeld voor, zeg, een Microsoft of een Sony of een Ubisoft of zo. Ja. En dan is het toch leuk om te zien dat een Nintendo-game het heeft geschopt tot de top 10 van de Games at Game Awards 2014. Dat heb je mooi gezegd, Tom. Ja, thanks. Waarom is dat eigenlijk, dat er minder Nintendo-fans zijn? Ik weet het niet, want we hebben over het algemeen hebben we alle trailers van Nintendo. We zitten best wel kort op het nieuws met Nintendo. Maar ik weet niet. Er wordt overigens in de chat wel gesproken over de nieuwe 3DS. En mensen twijfelen. Bijvoorbeeld Wouter die twijfelt of hij hem wel of niet wil halen. Waarom twijfel je, Wouter? Laat ons weten. Mail naar radio@gamers.nl of bel ons even. Bel ons, want we weten niet hoe we de show verder moeten vullen. Dus bel ons gewoon. Nou, Peter, we zijn inmiddels heer en meester geworden in het slap ouwe hoeren. Dus op zich zou het niet zo heel moeilijk moeten zijn. Oh, jemig. Pemig, wat is er aan de hand? We gaan het toch niet over Parijs hebben nou, hè? Nee, maar dit is bij mij om de hoek. Oh, heb jij een Joodse supermarkt? Schietpartij in Rotterdam.
Oh, oké. Okay. Wat hevig. Ja. Is dat jouw straat die ik daar zie op het scherm? Nee, dat is niet mijn straat. Dat dacht ik even. Dacht je dat serieus? Ja, lijkt er wel een beetje op namelijk. Ja. Maar ik zie dat Wouter online komt, dus hij gaat ons bellen. Want ik ken Wouter een beetje. Ja. En zo gaat dat. Zo gaat dat dan. Zo rolt hij. Heeft iemand een nieuwe Dead Kings DLC al geprobeerd? Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hey Wouter, hij komt erin. Wouter, kom maar in. Zo, je vroeg het zo aardig. Dat is dan... waarom ik twijfel over de 3DS, nieuwe 3DS? Ja. Nou, niet zozeer. Ja, ik wilde denk sowieso eentje halen. Maar je hebt natuurlijk in Nederland heb je die kleinere en die grotere. Mm-hmm. Twee verschillende. En die kleinere heeft zeg maar switchable faceplates. Je kan zeg maar andere kleur en thema dingetjes erop doen. Heeft die grotere dat niet? Nee, die grotere is zeg maar gewoon in stijl, zeg maar. Maar die grote is toch... Ik snap het punt van de 3DS XL niet. Want ja, het scherm is groter. En ook van die grotere van de nieuwe 3DS. Maar de resolutie blijft hetzelfde. Dus in wezen verandert er niet zo heel veel. Hij wordt alleen maar moeilijker om in je broekzak te stoppen. Dat is waar. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb een PS Vita heb ik al gespeeld. Maar ja, dat is wel een groter scherm natuurlijk dan die normale 3DS. Ja, oké. Dan als je nou gaat wisselen naar die kleine 3DS, dan moet je wel echt met je ogen knijpen en goed focussen. Maar ja, eigenlijk de enige toffe... weet het? De grote 3DS is die van Majora's Mask. En die is natuurlijk vrijwel krijgen ongeveer. Die is wel echt mooi. Ik zag ook een plaatje langskomen. Die is echt heel gaaf. Ja. Maar die is echt... ik weet niet. Ik zag bij Netgame dat ze hem even hadden. En die is nu al uitverkocht. Sorry, we moeten je daar even wegbliepen. Dat mag niet op Gamers Radio. Nee, dat mag niet. Wat deed je? Netgame? Hoezo eigenlijk niet? Nee, ik lul ook wel. Het is recentelijk weg. Ik lul ook maar wat, hoor. Het mag wel, hoor. Je mag alles zeggen wat je wil. Je mag alles zeggen. Er stond origineel onderaan de website, stond Netgame tussen. En nu noem ik Netgame en dan is die er weg. Ja, ik heb een nieuw regime meer. Nieuw... Ja. Ik heb ze gelijk opgebeld en nou flikkeren jullie op. Ja, nee, ik dacht ik plug hier iets en dan doe ik het weer fout. Het nee, we hebben een nieuwe partner. Ons nieuwe partner is Computer Totaal, Wouter. Is wat groter dan Netgame. Oh, oké. Okay. Maar okay. Daar kom je volgende week wel achter. Ja. Maar Wouter, ga je nog naar Campzone? Ja, ik heb mijn tent al geregeld. Echt joh, wat vet. Ja, daar moet ik vroeg bij. Dus wij hebben altijd zo'n 10x5 tent. Ja, die legertenten, toch? Legertent inderdaad. Je hebt zeg maar 3 maten. En we hebben de middelste maat, maar daar hebben ze er maar 10 van. Oh, wow, dat is eigenlijk best wel weinig. Maar... Ja, maar ja, ik weet niet. Heel veel mensen komen met eigen tenten. Of hebben grotere clans hebben een eigen legertenten, weet je wel. Ja, en je hebt ook van die loners die gewoon 1 caravan naar binnen rijden. En dan gewoon in die caravan gaan gamen. Nee, inderdaad. En daardoor hebben ze dat gewoon heel erg teruggeschaald met hoeveel van die dingen ze hebben. Dus dat is wel logisch. Maar ik zag dat er nog maar 5 waren. Dus ik dacht, ik ga nu even snel overleggen met mensen. Is wel slim, maar loopt het nog storm voor Campzone? Want jij bent er natuurlijk nou de afgelopen 5 jaar of zo naartoe geweest. Merk jij of er zeg maar meer of minder mensen komen? Of blijft het een beetje gestaag? Wat is het? Het is een beetje hetzelfde. Gewoon puur omdat ze geen... Ja, ik bedoel, ze doen niet echt marketing of zo. Het is gewoon alleen maar mond-tot-mond reclame. Ja, het is volgens mij ook vrij in-crowd. De mensen die daar staan zijn allemaal wel... Ze kennen elkaar. Het is een beetje zo'n ons-kent-ons gevoel, of niet? Ja, maar ja, dat wordt het ook vanzelf hoe vaker je gaat natuurlijk. Hè? Dus dat is... Dat is ook niet zo gek. Ja, wij waren er iets van 3 keer geweest. En de derde keer hadden we bijna fitty in een tent. Dus, bijna fitty? Ja, dat was bijna vechten, ja. Ja, dat was, we hadden 1 groep. Het ene jaar waren ze super blij met ons. En waren we echt de beste buddies. Biertjes gedeeld met elkaar en zo. En toen het jaar daarop hebben ze ons bijna de tent uitgeslagen. Dus dat is ik merk niet zoveel van dat je naar elkaar toe groeit. Dat is wel raar. Ja, ik ken ook de helft van de mensen hier. Ik ga er meer omheen, omdat het gewoon een gezellige vakantie met vrienden is. En dat is ook wel zo. De sfeer het heeft. Dus ik hoef niet specifiek iedereen te kennen, hoor. Je kan nooit met iedereen opschieten. Ja, of je gaat gewoon lekker in je eentje in die caravan zitten. Daar zijn er ook een paar voorbeelden van. Dat is dus waar. Yeah. Ja, dat is wel grappig. Vorig jaar hadden ze gewoon een omgebouwde oude caravan waar gewoon echt 5 mensen in zaten of zo. Het was echt, daar sliepen ze dan natuurlijk niet in, maar dat was echt gewoon bizar. En aan het eind van Campzone gooide die op het forum van, ja, je mag hem hebben voor 30 euro. Oh, nice. Wow, dat had ik sowieso gedaan. Nee, het was echt... Vies. Het was een best wel vies ding. Wacht, ja. Wat deden die 5 mensen erin? Gamen of was het gewoon echt een poephok of zo? Nee, ze gamden erin. Ze hadden allemaal een soort van... De stoelen stonden bijna op elkaar naast elkaar en... Allemaal een klein hoekje. Ik vind het wel vet. Het is gewoon een soort skere editie van Pimp My Ride. Het zal wel heel erg stinken hoor, daarbinnen. Ja, dat waarschijnlijk wel, ja.
Eeuw. Ik weet niet hoe het weer was volgend jaar, vorig jaar, maar als het een beetje regende, dan moeten die deuren natuurlijk dicht. Ja. En dan zweten. Ja, het is altijd 50-50. Hè. Je hebt een paar dagen heel mooi weer en een paar dagen regen. Dat is Nederland. Ja. Ja, en het is sowieso een beetje drekkig in Os als het heel veel regent. Was het Os? Nee. Oorschot. Oorschot. Sorry. Brabant, en was die zwarme tent dan nog? Ja, die is er nog steeds. Hoe heet die ook alweer? Zelfs. Hoe heet die ook alweer? Dat wilden Tom en ik voor ons het van de week af. Shit. Tour de Kebab. Tour de Kebab. Tour de Kebab, ja. Hij is uitgebreid met wat? Hij had dit jaar had hij ze volgens mij zijn vrouw en zijn zoon meegenomen en nog iemand anders. Wat vet. En ze hadden naast zijn karretje hadden ze een heel tentje neergezet waar ze dus pizza's maakten en ijs hadden ze dus staan en dergelijke. Kon je allemaal bij hem kopen. Oké, nou vet. Dus dat was wel lekker op zich, want eerst had hij natuurlijk alleen kebab. Ja, dat is ook prima. Dat is ook lekker. Anders wordt het altijd zo moeilijk kiezen. Als je denkt van, oh, ik kan een Turkse pizza nemen, of kebab, of een kapsalon. En kijk, als het gewoon één optie, dan weet je het gewoon. Het wordt kebab vanavond. Ja, en morgenavond. En de avond daarna. Ik neem meestal gewoon alleen één kebab de eerste keer midden in de nacht om 5 uur 's nachts, terwijl ik de tent op aan het zetten ben. En dan vind ik het wel goed met kebab. Nou, dan heb je in ieder geval wel je tour de kebab voor het jaar weer gehad. Ja, inderdaad. Het is een soort, ritueel op campzone geworden. Zwaar. Nee, wij proberen wel in ieder geval 3/4 van de dagen in ieder geval zelf te koken en dergelijke. We nemen ook elektrische plaatjes mee en dergelijke. En, ik pak altijd een beetje rijst met... Stel je voor, we zouden dit jaar gaan en we geven het van tevoren aan. Kunnen we dan tafel reserveren? Ja hoor. Ja? Dat zou zo vet zijn. Ja. Dan doen we gewoon een kookprogramma bij Wouter in de tent. Ja. Ik vind het vet. Ik vind het ook leuk. Nou, misschien zien we elkaar daar, maar waarschijnlijk nog wel eerder. Moet je tegen die tijd een keer op terugkomen. Gaan we doen. Oké, nou bedankt voor je belletje, Wouter. Ja, hij is toch weer 7 minuten volgepraat. Dankjewel. Ja. Zo rollen wij. En laat weten wat je doet met de 3DS als je hem gaat kopen, die nieuwe. Zal ik doen. Yo. Yo. Houdoe. Later. Dat was Wouter. Wouter, bedankt voor het bellen. En voor het delen van je verhaal over de 3DS. En Campzone. Misschien zijn we daar, weet ik niet. Het zou zomaar eens kunnen. Het zou zomaar kunnen. Met de gamers naar Trike. Nee, het is een fiets met twee zijwieltjes. Met zijwieltjes. Daarmee gaan we naar... Het kan toch niet fietsen. En zullen we gaan stoppen? Ik merk dat je er zin in hebt. Zo van, nee, maar, 3 minuten voor tijd. Houden we. Nee, we moeten nu. Het is wel weer goed geweest, jongens. Yeah. Laten we mee nee, kappen. Ik bedoelde eigenlijk, we moeten ook weer ons klaarmaken voor Evolve natuurlijk. Want straks om 7 uur vanavond is Thursday Night Live. Ga dat checken. En dan zitten Tom en ik gewoon lekker op de bank. De Tom en Peter Thursday Night Live. God show. Evolve show. Ja, koffie. Behemoth koffie blend. Ja. En volg ons ook vooral. Want het gaat goed op Facebook. En het gaat ook heel erg goed op Twitter. Volg ons ook daar. En ook op YouTube. YouTube gaat wel minder goed. Maar vooral Gamersnet. Want daar geven we de meeste prijzen weg. Daar is het meeste te beleven. Gamersnet is het gewoon het leukst. Dat is wel het, dat is het leukst, ja. Dus jongens, super bedankt voor het luisteren deze week. Volgende week zijn we er weer gewoon op vrijdag. En straks om 7 uur, Thursday Night Live. Be there or be square. Tot volgende week. Tot volgende week.